Even denken hoor. Want ja, ik denk dat het mijn eerste echte kantoor met terras is geweest boven de Bobbaan. Iedere dag hoorde ik de enthousiaste Bobgeluiden in mijn kantoor. De Bob. Toch voor heel veel kinderen hun allereerste achtbaan. En nu is daar, na ruim 30 jaar, de tijd gekomen om afscheid te nemen. En dat doet best een beetje pijn. Maar er komt iets prachtigs voor in de plaats. Tja, en wat doe je met spullen die niet in je huis passen? Daar maak je natuurlijk andere mensen blij mee. Deze bobslee heeft misschien wat gebruikersporen en rijdt niet meer. Maar hiermee haal je wel een echte collectors item in huis. Tja, dat is natuurlijk heel erg mooi, hè? Het is natuurlijk wel voor het goede doel. En Fons, die elandkop daar, moet hij niet ook op marktplaats? Ja, daar heb ik toch wel wat moeite mee om daar afstand van te doen. Die sjouw ik natuurlijk al eigenlijk heel mijn Efteling carrière achter mij aan. Maar als deze ook voor het goede doel is, dan gaat hij gewoon mee. Net als de Bobbaan, en dan gaan we een nieuwe periode in.